Die ook bereid is om plannen juist te steunen. Ik zie ook dat het hem goed doet, zo'n compliment. Hij geniet ervan. Nou, goed te horen. Ik twijfelde juist of het een compliment was, maar goed. Okay. Ja, voorzitter, complimenten moet je in ontvangst nemen. Ja, dat is ook een kunst hierbij. Ik ken de heer Wilders ook als iemand die eigenlijk al altijd, die 21 jaar lang, heeft gestaan voor veiligheid. Zeker. Voor blauw op straat. Ja. Voor genoeg agenten. Voor tijd voor de wijkagenten. En ik vond het ontzettend goed nieuws toen ik in het hoofdlijnenakkoord ook zag staan. Gaan zorgen dat de wijkagent meer tijd krijgt. Maar als ik nu doorlees en bijvoorbeeld kijk naar de justitiebegroting, dan zie ik dat niet terug. En ik sta hier vandaag met een missie. Ik wil dat in die regio waar men te weinig de politieauto ziet rijden of het politiekantoor op sluiten staat, dat we voorkomen dat dat gebeurt, maar dat blauw op straat terugkeert. En ik daag meneer Wilders uit, zullen we daarin optrekken? Zorgen dat dat blauw op straat en vooral tijd voor de wijkagent, dat we dat steviger neer gaan zetten dan dat het er nu staat. Nou, ik dacht, maar ik kijk ook even met één oog naar mevrouw Jisselgus stiekem, dat dat ook precies de bedoeling is. Want er komt 200-300 miljoen bij, geloof ik, voor politie. De reden is, of de besteding is aan meer politie in de wijk, meer aanwezigheid van de politie in de wijk. En dat precies wat u zegt, ook de wijkagenten, dus volgens mij is dat precies de bedoeling. Dus ik denk dat als het er niet stevig genoeg staat, dat u dan een punt heeft dat het er steviger moet komen. Dus natuurlijk trek ik daarmee op. Ik denk dat iedereen in de coalitie dat ook wel herkent, dat dat ook wel de bedoeling was. Ja, goed te horen, voorzitter. Want wat we zien is eigenlijk elke weekend opnieuw dat heel veel politie-inzet nodig is voor de voetbalwedstrijden, ja. Voor de hooligans. Terwijl de veiligheid daar verder in ons land onder leidt, terwijl we de drugscriminaliteit zien oprukken. En ik weet heel goed dat de politie met man en macht werkt om de tekorten op te lossen. En dat is een zaak van lange adem. Je hebt niet zomaar een blik politieagenten opengetrokken. Die moeten ook opgeleid. Maar we kunnen nu al wel wat doen aan de inzet van agenten. Waar gaan ze naartoe? Is de heer Wilders het met mij eens dat niet de hooligans de politie inzet moeten opvragen, maar juist de gewone mensen in de stadswijken en in al die dorpen, die zitten te wachten op juist ook een herkenbare politie? Ja, ben ik helemaal met u eens. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Want ook die politie moet natuurlijk voor de overheid moet ook voor veiligheid zorgen bij evenementen als voetbalwedstrijden. Maar ik ben het helemaal met u eens. Het is te gek voor woorden dat daar, maar bijvoorbeeld ook met die Extension Rebellion op de A12 iedere keer, dat daar agenten, nog even los van een strijd voor dat vroegpensioen, maar dat daar agenten massaal ieder weekend opnieuw, terwijl ze al tot hun oren in het werk zitten, moeten optreden. Terwijl ze dus ook gewoon in de wijken hadden kunnen zitten om daarvoor te zorgen voor de veiligheid, waar de kinderen naar school gaan en weet ik wat dan ook. Dus ik ben dat helemaal met u eens. Dus als we dat kunnen verbeteren, dan vindt u mij 100% aan uw kant. Nou, voorzitter, dat is goed nieuws, want ik leg heel graag een voorstel neer waarin we ook gewoon zeggen, ook richting betaald voetbalclubs, als het jullie niet lukt om de hooligans te weren, dan zul je moeten meebetalen. Moeten we maar op een andere manier gaan kijken. Maar in ieder geval moeten die wijken veilig zijn. Dus dank dat u deze handschoenen oppakt. Over migratie en staatsnoodrecht komen wij een andere keer te spreken. Ja. Maar we werden het vandaag niet eens en ik zorg graag voor plannen die Nederland een stap vooruit helpen. Dank u wel.